Oh my god, dit is zo druk. Ik ga smoke. Nee! Yo mensen, tof dat jullie kijken naar gloednieuw video op mijn kanaal GamesRoo. En in deze video gaan wij mooie drie potjes Infected spelen op de Call of Duty Infinite Warfare. En de eerste map is op de map Throwback. En dat is wat chill, want ik hou van deze map. Deze map is altijd wel lekker overzichtelijk. Alleen de clash waar we mee beginnen is wel een beetje poep. We spelen natuurlijk met de M1 en de Hellstorm. De Hellstorm gebruik ik meestal het vaakst op deze clash. Ik wil niet worden... Hot! Want zoals je ziet, hij is een 1A. Waarom ga jij mijn scavenger nakken, bruh? Maar die Hellstorm is natuurlijk one burst. Dus daarom vind ik die chills om mee te gebruiken. En die M1 die gebruik ik meestal gewoon op de langere afstanden, weet je. Oh, jammer. Dus hopelijk vinden jullie de Infected natuurlijk weer leuk. Ik heb IW een beetje weer opgepakt. Dus ik hoop dat jullie natuurlijk de IW-videos nog steeds leuk blijven vinden. En als je niet leuk blijft vinden, laat het gewoon even achter, jongens. Dan gaan we gaan ook zeker wel andere games doen. Ik ben van plan om wat meer GTA erbij gaan doen. En ik vind GTA altijd, dat is wel een van de leukere spellen, vind ik. Oh ja, en we hebben trouwens specialist houden op deze class. Dat is wel dik. Alleen de enemies hebben dat dus ook. En die van de Infected is echt... Die is echt overpowered, vind ik persoonlijk. Dat ding is veel te sterk. Want ten eerste zijn... Oh shit, daar ging mijn ding af. Ze zijn echt kapot snel met die specialist. En ze kunnen je heel makkelijk knifen. Dus ik vind het eigenlijk... haal die specialist er dan ook gewoon uit. Want ik vind dat ding... is niet leuk. Maar je zult waarschijnlijk zo meteen het zelf wel zien. Want ik weet 100% dat wij door zo'n iets doodgaan. Oh shit, Gewoon dit... Commentaars. Kijk, maar dit ding is gewoon one burst, hè. Oh, dit. Dat is wel nice. Piem. Dat ding is zeker... Ik hou van dit wapen, ouwe. Ik vind dat ze dat op alle classes van Infected wel mogen doen. Die secondary. Dat speelt wel nice. Trouwens, jongens, ik heb voor de... Oh, shit. Voor de verandering ook een keertje de greenscreen aangezet. Ik weet niet of jullie dat leuk vinden of juist niet. Als je het niet leuk vindt, laat het gewoon achter. En als je het wel leuk vindt, dan moet je het ook gewoon achterlaten. Dat ik meer green screen video's moet gaan doen. Want weet je, mij maakt het niet zo heel veel uit. Oh shit. Huh? Oh shit, ik zag niet meer waar ik schoot, hè. Ik had hem alsnog. Oh, dit, die vindt ze gerekt, ouwe. Meen je dit serieus? Kan je dit in de kill? Kijk, ik gleed zeg maar van dat schutting ding. Gleed ik zo eraf, waardoor ik zo voor hem stond. Wat een kut, jongen. Oi. Ach ja, we zijn dood. Hoeveel kills hadden we? 7. Waarom wel lekker op weg, trouwens? Ik ben trouwens ook Master Prestige, level 19. En als ik Master Prestige 11 ben, dus als je 11 Prestige bent, zeg maar. Dan ga ik een soort stat video weer doen. Hot, waarom blijf je daar zitten, ouwe? Dat is niet zo heel slim. En ik ben een beetje aan het praten ondertussen. Want we zijn toch al dood, weet je. Oké, nog 2 mensen over. Oké, ze lopen hier. Ik ga even een shortcut nemen. Die fan blijft daar staan. Waarom blijft hij er staan? Hij blijft daar staan. Wat stom. Ga ik doorrennen naar die andere guy. Hier zit hij ergens. Hallo? Daar. Oh, ze lopen met z'n tweeën. Er is er één dood. Waar? Oké, die guy loopt hier. Oh, kunnen we ook killen, denk je? Zou ik die gewoon even gokken? Oh, jammer. Nee, ik word tegenzogen. Oh my fucking man. Hoeveel kills had die man? Kut, ik wil dat zien. 10. Nice. Hij had het wel lekker houden. Ook met die... Wat was het? Granaat op het einde. Die was wel sick. Maar jongens, we gaan natuurlijk 3 potjes doen. Dus op naar game nummer 2. Tot zo. Zo mensen, we zijn bij game nummer 2 aangekomen. En deze keer, dit is echt een chille game. Als hij nu first infected wordt, vind ik dat echt jammer. Want we spelen met de spas op mijn lievelings infected map. Retaliation, waar ik natuurlijk mijn dubbel nuke op heb gehaald. Oh nee, dat was Precinct. Hier had ik mijn eerste nuke gehaald. Oh, kijk, kut, hij is hier gewoon. Hier geworden. Oh, hij is al dood. Hier had ik mijn eerste de-atomizer gehaald in dit spel. En daar was ik super blij mee. En deze map is zo chill om rond te rennen. Het is zo overzichtelijk steeds. En ik vind dat echt een nice map, trouwens, dit. Ik zit altijd trouwens aan deze kant. Heel veel mensen zitten aan de andere kant. Maar ik zit juist aan deze kant. Dus we gaan gewoon lekker knallen met de spas. Ik vind dat het chillste wapen nog steeds van Infected om mee te spelen. We gaan gewoon... Ik voel dat we hier een redelijk goede score kunnen halen. Vorige potje hadden we 8 kills. Nu gaan we dat... Hopelijk dat we er 15 kunnen halen. Of misschien wel de dieet natuurlijk.
Ik wil eigenlijk dat hij... Dankjewel. Ik wou net zeggen dat die guy een kill kreeg. Zit hij achter jou, Sam? Zit hij achter jou? Ik zie hem niet al. Ik prop hiermee die... Of die... die atomizer wou ik zeggen. Mijn mooie tripmandje neer. En waar is die guy, ouwe? Sam, ik geloof het niet echt. Ik ga hier een beetje achterin zitten. Want mijn teammate zit een beetje aan die kant. En... Oh, daar heb je er een. Oh, ik pak mijn shotgun gewoon bij. Hé, hey, wat moet je dan? Hey? Waar is die guy? Hij is gewoon opgelost, joh. Dat lijkt is gewoon weg. Oké, het zou wel. Sam, wij gaan het doen, ouwe. Kom op, jongens. Trouwens, iedereen, jongen. Shout-out naar jullie die de Games for Real Clan Tag heeft. Dat is super awesome om altijd om te zien. Ik zie best wel veel mensen trouwens ook in lobby's gewoon die Games for Real Clan Tag hebben. Waarom kom ik hier niet op? Dus ja, super awesome daarvoor, jongens. Eeuw, daar is hier iemand dood gegaan. Ikert, stik al aan het ding, Pieter. Hij gaat hier. Of daar. Hoi. Oh, lekker. Sam is trouwens best wel goed hoor. Hij weet echt wel hoe hij dit spel moet spelen. Dus dat is wel nice dat je zo iemand naast je hebt. Zit daar? Nee, daar is niemand. Er gaan nu best wel veel dood, ouwe. 6 man nu nog. Bim. Ik hou van die spas, hè. Oei. Hop, blijven springen, blijven springen. Gooi steun, gooi steun. Oké, ik heb hem gesteund. Pam. Oké, we moeten nou echt hard gaan doen als we die... What the fuck? Hij spawnt hier, hè. Serieus, what the fuck, gast. Dat kon onze dood zijn, ouwe. Oei, oei, oei. Pam. Ik hou van de spas, ik hou van de spas, ik hou van de spas. Hitmarker, dankjewel voor de kill. Steal. Oké. Trouwens, ik heb een beetje last van mijn kill, dus ik moet eigenlijk niet zo dom gaan zingen steeds. Oké, spannen daar. Oei, oei, 2 man. Ik heb geen triggervinger. Oh, ik heb hem. Jongens, ik zweer, kijk uit hier. Waar zou ik mijn tripmine neerleggen? Zou ik hem gewoon hier en hier rennen? Fuck it. Oh, hij wou die trickshot proberen met die throwknife. Ik zag het wel. Waar is die guy nu heen dan? Het wordt echt druk. 11 infecties, ouwe. Oh shit. Wat? Wie bevos, gast? We hebben maar 6 kills. Waarom moet... Ik zweer, hè. Let even goed op, jongens, in deze video. Hoe? Ik ga echt... Ik ben nu al elke keer door een throwknife dood gegaan. Ik ga altijd door die dingen dood, ouwe. Niet eens gewoon de norm ASM. Oh, kut. What the fuck? Oké, ik ben gerekt. Ik ga altijd dood door die fucking troonhuis, ouwe. Het is echt niet te geloven. Doei, Sam, trouwens. Echt, ja, weet je, het is ook weer zo'n dingetje van... Als je hem uit de game haalt, hebben de infected juist bijna geen kans meer. Dan wordt het juist veel makkelijker. Maar ik zweer, ik ga echt... Elk infected potje, als ik dood ga, is door troonhuis. Het is echt... ik ga zo vaak dood door die dingen. Of er gooit iemand weer fucking random. Ik heb het ook best wel vaak dat infect is het om mijn teammate gooien of zo en dat ik dat dan de dood ga, omdat ik het dan weer net doorloop. Oh shit. Ik ben gehit, dus hij heeft mij in 1 kogel. Ik moet hem uitdagen. Wacht, waar gaat hij heen? Oké, daar. Kom eens, snel. Nu gaan we met z'n vieren. Ik ga nu als eerste dood. Ja? Oh, wat? Hij heeft de collateral daar. Oh, wat een geluk, jongen. Ah, kijk. Iedereen is dood. We hadden 7 kills. Niet de 15 die we natuurlijk wouden. Maar we gaan natuurlijk 3 potjes doen, dus we hebben nog het potje nummer 3 de kans om de 15 kills te halen. Of misschien wel de dieet, waar we natuurlijk al uiteindelijk voor gaan. Dus let's go to game nummer 3. Tot zo. Oh mensen, zijn bij game nummer 3 aangekomen. Deze keer is op de map Breakout. En dat vind ik super chille map. Ik vind het echt... Ik zeg het vaker, maar de overzicht in deze maps die we vandaag hebben gehad is echt chill gewoon. We spelen ook natuurlijk met de chille class FHR 40 met de Comet Knife als secondary. Dat is trouwens best wel chill, jongens, om te knife. Ik wacht even. Oh, gelukkig. Kijk, die Shulky heeft er ook een kill mee. Waarom lief daar een oude gast zo? Die troon, ik kom lekker uit mijn woorden. Die Comet Knife, die is echt chill, serieus. Het is natuurlijk wel een 50-50 kans dat je iemand knifet als een infected voor je staat. Oh, ik ben er weer niet. Mooi, nice. We hebben wel geluk daar. Maar echt serieus, je knives, kijk, wop, 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 wop. Je kan echt heel snel achter elkaar knifen. Het is echt serieus chill. Dus ja, misschien als je het een keer leuk vindt, kan je het zeker een keer gebruiken. Lijkt me best grappig. Road to knife die atomizer, wat? Als iemand dat haalt, is sfeer, echt waar. Dat is echt ziek, ouwe. Dus die knife is best wel chill, zeker voor korte afstanden. Maar ja, we hebben de FHR, weet je wel, die is ook chill voor korte afstanden. Dus eigenlijk hebben we gewoon 2 short range wapens. Dus kom maar op, infected. Wij gaan die nucleair halen. Vind die atomizer. Het heet de hele tijd anders steeds. God, ik kan die naam echt niet onthouden. Waar zitten ze? Er zijn 3 infected. Ik blijf bij deze helipad in de buurt. Want die is het meest overzichtelijk. Die is het grootste area hier. Dus jongens, kom maar op, man. Kom maar op, man.
Oké, dit is iemand dood. Hier gaan twee mensen dood. Hey, Sam is ook gesessiejoined. We zitten met Sam en Sam. Sam en Sam. Ik ga dood. Oh my god. Oh, oh. Sam heeft mij... Oh, hij knijfde mij... Ik ben zojuist weer gekild door een throw knife. Oh my god, jongens. Oké, omdat dit potje zo... Oei, doei. Oh, sorry. Aldo, sorry, maat. Kijk, hier bedoel ik fucking veel games voor real mensen. Maar ik zweer, altijd als ik te blij doe, dan ga ik weer dood. Holy shit! Ik zweer, die troonhuis zijn echt goed, ouwe. Wat? Dit is te sterk gewoon, man. Als je er gewoon eenmaal goed mee om kan gaan. Oei. Oké, die guy wou knijferen, maar het is nog steeds een 50-50 kans dat je mij knijft, hé? Maar we gaan gewoon nog een potje doen, omdat dit potje natuurlijk weer te triest voor woorden is. Omdat ik weer natuurlijk veel te blij doe dat ik... Ja, weet niet. Ja, weet niet. Ik weet gewoon niet. Hey, waar is die guy heen? Waar is die guy heen? Is hij hierheen? Huh? Hij liep daar net. Ik ga naar deze kant. Oh, hier. Doei. Ah, dan moest je maar niet bij mijn neus komen, mijn jongen. Oké, hij komt hier. Hij komt hier. Let op. Oh, kut. Hij gaat... Hé, hey, waarom zou je daarheen lopen? Ik wou zeggen, dan ga je zo dood. Nog twee man. Hoi. Zitten daar. Oh, kut. Ik loop weer de verkeerde kant op. Heb ik altijd, weet je wel. Bij de laatste mensen zit altijd weer helemaal aan de andere kant van waar ik ben. Nou, kill ze even. Ze blijven aan die kant. Oké, dan moeten we daarheen. Nog één iemand. En hij gaat dood. Oh my god, wat een kutpotje dit. Wat een zo'n goede clash. Zo'n volle moed. En dan ga je weer dood door een troonhuis. Ja, weet je, die dingen heb je natuurlijk in het spel. Natuurlijk, ja... Dat. Maar jongens, we gaan natuurlijk gewoon nog een potje doen. Niet omdat het moet, maar gewoon omdat het kan. En omdat wij koude slecht bezig zijn. Dus, op naar het vierde potje. En we gaan de nuke halen. Let's go. Zo mensen, we zijn bij game nummer 4 aangekomen. En deze keer mogen we revanche nemen van Infinite Warfare. We zitten weer op de map Retaliation. Met de FHR weer. Dus we gaan dit halen, jongen. Dit is chillen map, chillen class weer. Ik wil niet first infected worden, want dan ga ik me echt zelf haten gewoon. En ja, ik ben best benieuwd of een... Ik wil... Oh shit, holy fuck. Een gekke explosie hier. Die guy heeft zichzelf bijna gekild. Waarom doe je dat nou? Dude, je hebt geen trip mine, oké? Okay? Je hebt geen trip mine. Oké, okay? Dat je dat even snapt. Dus niet de hele boel in de fik steken hier. Oké, okay? Gibby? Begrepen? Begrepen, ja toch? Peace. Oké, die guy zal het wel begrepen hebben. Naar mijn mooie boodschap. Boodschap! Hoe is het mogelijk, gek? Oké, dus eerste infected. Ik ben altijd een beetje bang als de... Oké, laat maar. Ik zeg twee. Ik moet dat vaker zeggen, houden. Maar ja, hij is nu al gekild. Zit er in mijn rug, sowieso. Oh, ik dacht dat hij zou spannen. Dan zou het wel een mooie kill zijn geweest als ik dat zei. Hij spant hier en dan kill je hem ook. Hey. Waar zitten ze nu? Nu ben ik ze wel kwijt. Oh, hij spant te laat in. Dat is zo kut, hè. Dan kom je in een playing game, span je in en dan ben je gelijk dood gewoon. Dat is echt... Ik snap het niet, Call of Duty. Fix dat, man. Dat is echt... Waarom? In MW3 zat het ook niet, dus waarom hier wel, ouwe? Ja, weet je, het is gewoon... Ja, het is gewoon dom. Oké, iedereen de game in zit... What the fuck? Iedereen zit hier, nou, dan gaan wij er ook even bij zitten. Jongens, hoe is het? Hey, night party! Oh, gekke smoke. Jongens, pas op, hè. Eén troon even in dat groepje en daar gelijk een kill. Hè. Oei, daar komt er iemand aan. Oei, ik ben scheef. Lekker dillen. Hoits, we hebben hem wel. Real Madrid. En hij heeft Real in de clantip. Waarom blijf je er liggen, Aldo? Waarom doe je dat? Waarom doe je dat? Nou, thanks voor de gratis kill. Oké, waar? Ze komen dus een beetje via hier. Oei. Oei, shit, hé. Iemand is dood. Ik denk dat ze nu via hier gaan komen. Jongens, wat zijn jullie aan het kutten daar, gast? Oh my god. Zet je aardappels, jongen. Oh, oei, oei. What the fuck gebeurde hier, ouwe? Iedereen ging dood opeens, hè? Via hier komen ze nu. Kijk, dacht ik al. En glitch. Oh, deze headglitch is zo hard. Hop, hij gaat hierheen. Hop, hij gaat terug. Hop, ze komen daar. Team heb je uit. Ik heb je Sam. Sam bedoel ik. Sam en Sam. Oké, gooi je deze. Hoi. Sam, jongen. Hè? Oh, kut. Oh, kut. Ik gooi de vol tegen de maan. Hij ging opeens helemaal omhoog, dat ding. What the fuck? What the fuck? Sorry. Ja, mijn stem. Volgens mij krijg ik... Oh, yo, Sam, hou. Gaat lekker. 10 kills. Ik hoop dat ik de snor in de keel krijg, mijn jongens. Oh, in onze rug. Oh shit. Jongens, kijk uit, hè. Ze kunnen ook in onze rug. Ik ga... Oh, fuck. Ik ga... Oh, teammates! Smoke. Ik ga daar weg. Fuck it.
Sam, andere kant op, niet erheen gaan, jongen, balvis. Weg hier, er komt één gang aan daar, gast. Oké, ik moet hier ook wel uitkijken. Iemand hier, oké, doorlopen, doorlopen. Sam, ga de weg aan. Oh, shit. Het is zo druk daar, hè. Oh, dit. Nee, Sam is dood. Hij ging hoeveel? 16, ouwe. Hij ging wel hard. Waar komen al die effecten nu, hè? Wij zijn nog maar met z'n vijven, gast. Wij kunnen nooit tegen 13 man opgaan. Waar gaan ze in onze rug? Hij liep hier onderdoor. Ik zag hem. Ja, hier heb je hem. Kom, span. Dank je. Oké, jongens, we gaan hier achter blijven. Kom. Oh, zo, zag die troonknife. Iemand wou daar echt mij flink het loodje laten leggen. Teammate. Ik zei het, jongen. Ik weet echt niet meer waar ik heen moet houden. Ik weet het echt niet. Ik niet weten. Niet meer kills zien we dan, jongens. Oké, ik gooi smoke. Oh, kut, ik heb geen smoke meer. Ik ga hier naar boven. Ik ga weg. Fuck it. Oh, shit. Niet omkijken. Nu wel. Oh my god, dit is zo druk. Ik gooi smoke. Nee! Oh my god. Oh, nee! Ik praat even niet, jongens. Holy fucking shit. Oh my fucking god. Ik heb geen ammo meer. 18. Ze gaan allemaal daarheen. Oh my god. Ik ga dood. Maar ik heb what the fuck, 23 kills, ouwe. Oh, die shit, ouwe. What the fuck. We zaten zo dichtbij, gast. Mijn hart. Ik snap niet hoe ik dat allemaal overleefde, gast. Holy shit. Wat een awesome potje, ouwe. Oh my god. Zo close, hebben ze nog 2 kills, gast. Damn, wat een potje, ouwe. Wat een mooie afsluiter ook, jongens. Oh, hey, we kunnen trouwens de supply trap openen. Laten we dat ook gewoon even doen. What the fuck? Als we hem daar hadden gehaald, besef, hè. Nou, dit is natuurlijk echt zo'n schuine kut supply trap. Holy shit, ik sta echt te fucking trillen, ouwe. Damn. Holy shit. Maar, jongens, dit was natuurlijk het laatste potje. Hopelijk vond je deze video leuk. Wil je nou meer Infinite Warfare of Infected zien? Laat het dan zeker achter. En misschien kan ik hier wel een serie van maken als jullie dat natuurlijk willen. En ja, ik hoop dat jullie deze video natuurlijk leuk vonden. Vergeet niet duimpje omhoog te abonneren op mijn kanaal. Dat zou super tof zijn. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later mensen.